Paragraaf 2.4 gaat over de Romeinen en hun belangrijkste buren, de Germanen. We gaan kijken naar de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. En die Grieks-Romeinse cultuur hebben we al uitgebreid bekeken, maar die Germaanse cultuur eigenlijk nog niet. En vandaar dat er verschillende aspecten van die Germaanse cultuur aan bod zullen komen. Hun bestuur, hun cultuur, hun economie, maar ook een aantal sociale aspecten. De Romeinen zijn bezig om een hartstikke groot rijk te veroveren, een imperium. Dat breiden ze steeds verder uit. En zo komen ze ook in Noordwest-Europa terecht. En als je naar het kaartje gaat kijken, herken je daar misschien wel het gebied in. We zien hier Nederland, ongeveer 2000 jaar geleden, België en het noorden van Frankrijk. En Frankrijk werd in die tijd Gallië genoemd. Daar woonden allerlei Keltische stammen die samen de Galliërs vormden. En Julius Caesar begon in 58 voor Christus een veldtocht tegen die Galliërs. Hij wilde al die Gallische stammen, wilde die onderwerpen. In 51 voor Christus was hem dat gelukt. Heel Gallië hoorde bij het Romeinse Rijk. Nou ja, heel Gallië, er was iets met een of ander klein dorpje. Nadat de Romeinen de Galliërs hadden veroverd, richtten ze hun blik naar het noorden. En zo kwamen ze terecht in het gebied van de Bataven. En die Bataven werden in 12 voor Christus veroverd door de Romeinen. Zij moesten zich onderwerpen en de grens van het Romeinse Rijk kwam halverwege Nederland te liggen. Grofweg de lijn Nijmegen-Den Haag, het rivierengebied. En daarboven woonden Friezen en Tubanten, zoals je op de kaart kunt zien. En dat waren, net als de Bataven en een hele hoop andere volkeren, Germaanse stammen. En de Germanen waren de volkeren ten noorden van de Rijn. En die rivier de Rijn, die zien we daar op het kaartje lopen. En dat is heel lang de grens van het Romeinse Rijk gebleven. De noordgrens, waar de Romeinen wel hebben geprobeerd om nog over te steken, maar wat uiteindelijk niet gelukt is. En zo ontstonden dus twee grote gebieden naast elkaar. Het Romeinse Imperium en het gebied van de Germaanse stammen ten noorden daarvan. Op het volgende kaartje zien we dat wat beter. Het roze gebied is het Romeinse Rijk, zoals we dat in paragraaf 2.2 hebben zien ontstaan. Het groene gebied is het gebied van de Germanen. En je ziet dat die twee gebieden elkaar op de grens wat overlappen. Wat vonden die buren eigenlijk van elkaar? Wat vonden de Romeinen nou van de Germanen? Nou, zij vonden die Germanen barbaren, onbeschaafde woestelingen. Maar aan de andere kant hadden ze ergens ook wel respect voor die Germanen, want ze konden wel heel goed vechten. Het waren dappere en sterke en moedige krijgers. Andersom keken die Germanen toch ook wel op tegen de Romeinen. Ze hadden vooral bewondering voor hun cultuur. En zeker in de grensstreken waren de Germanen, vooral uit de bovenlaag van hun samenleving, die de Romeinse cultuur over gingen nemen. En dat hebben we ook al in paragraaf 2.2 gezien. Dat noemen we dus romanisering. Het zijn echter wel twee verschillende werelden die naast elkaar bestaan. En we zullen eens even de belangrijkste kenmerken op een rijtje zetten en ze met elkaar vergelijken. En als je dan naar de plaatjes kijkt, dan zie je al meteen verschillen. Links zien we een Romeinse stad, stenen gebouwen, bestrate wegen en een levendige handel op straat. Rechts zien we een Germaans dorp. Houten huizen, bedekt met leem of klei. En we zien dat de wegen niet geplaveid zijn. Ook zien we weinig handel, we zien nog wel wat geiten, wat duidt op landbouw. En die plaatjes die zeggen eigenlijk al een heleboel. De Romeinen kenden landbouwstedelijke samenleving. Landbouw was een belangrijk middel van bestaan, maar daarnaast werd er ook heel veel gehandeld en waren er dus ook een flink aantal grote steden. Daarnaast was het bestuur van de Romeinen erg goed georganiseerd. Dat hele imperium, dat hele rijk, kende dezelfde regels en wetten. De Germanen daarentegen hadden geen landbouwstedelijke samenleving, maar een landbouwsamenleving. Er kwam wel handel voor, maar die was slechts heel beperkt. En waar we zagen dat de Romeinen voor hun hele gebied dezelfde regels en wetten hadden, zagen we net ook al op het vorige kaartje dat er heel veel verschillende Germaanse stammen waren. En al die stammen hadden hun eigen regels, wetten en gebruiken. Dus we zien hier eigenlijk toch wel twee heel verschillende buren naast elkaar leven. En je kunt wel zeggen dat de Romeinen verder ontwikkeld waren dan de Germanen. Maar hoe gingen ze dan met elkaar om?
Nou, er waren wel degelijk onderlinge contacten. Hieronder zien we een plaatje van de Romeinse grenspost. Dat zie je bijvoorbeeld aan die paal in het midden. Maar op dat plaatje zien we echt niet alleen maar Romeinen. De mensen die we hier rechts zien, zijn gekleed volgens Romeinse mode. Links zien we voor die villa op een paard een Romeinse legionair zitten. Maar op de weg zien we twee Germaanse boeren lopen, of een Germaanse boer en een Germaanse strijder lopen met ossen achter zich aan. Het is een vredig tafereel en ze gaan goed met elkaar om. We zien ook links of rechts onder in de hoek dat er gehandeld wordt. En dat was een van de belangrijkste redenen waarom ze onderlinge contact hadden: de handel. Daarnaast zien we dat steeds meer Germanen in het Romeinse leger gaan dienen. De Romeinen bewonderden de Germanen om hun krijgskunst, om hun moed. En de Germanen die wilden graag deel uitmaken van zo'n sterk leger. En daarnaast zien we dat, zeker in de grensstreek, steeds meer Germanen verhuizen naar het Romeinse Rijk. Ze gaan in dat Rijk wonen omdat ze denken daar een beter bestaan op te kunnen bouwen. Maar in de 4e eeuw na Christus lopen die verhuizingen uit de hand. Dat is de periode van de zogenaamde volksverhuizingen. We zien hier het Romeinse Rijk, dat in 395 na Christus in tweeën is gedeeld. Een Oost- en een West-Romeins Rijk. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou ja, het Rijk werd eigenlijk gewoon te groot om nog als één geheel te besturen. En we zien ook op het kaartje allerlei namen van verschillende Germaanse stammen. En als we de pijlen volgen en de jaartallen erbij, dan zien we dus dat die stammen langzamerhand het Romeinse Rijk binnendringen en daar ergens gaan wonen. Zo wordt Rome in 410 na Christus zelfs geplunderd door een Germaanse stam. En in 476 na Christus wordt Rome zelfs overgenomen door een Germaanse stam. En dat betekent ook het einde van het West-Romeinse Rijk. De verhuizing van al die Germaanse volkeren zorgt ervoor dat West-Romeinse Rijk in elkaar stort. De druk op de grenzen wordt te groot.